Hoi lieve mensen, mijn naam is Wendy en ik wil je vandaag vertellen wat een raw vegan, ofwel fruitarier, ofwel rauw veganistisch dieet inhoudt. De fruitarian levensstijl, oftewel het raw vegan dieet, houdt in dat je vooral, simpel gezegd, fruit en groente eet. In deze piramide laat ik je daar wat meer over zien. En je zult zien dat je eerst in de onderste laag, de breedste laag, voornamelijk fruit hebt. En dan bedoel ik geen hoogvet fruit, maar fruit met veel water, veel voedingsstoffen, veel vitamine, veel vezels, veel koolhydraten. Die alles bevatten wat je eigenlijk in basis nodig hebt. Vervolgens heb je de tweede laag. En de tweede laag bevat heel veel bladgroenten. Vooral erg zachter. Tender leaves, we noemen dat in het Engels. Zachte blaadjes en zetmeelarme groenten. Je ziet wat voorbeelden hiervan. Tomaten, rucola, ijsbergsla. Eigenlijk allemaal hele lekkere dingen. Maar ook gewoon spinazie, brandnetelblad. Eigenlijk alle kruiden vallen ook in die laag. Bijna alle kruiden vallen in deze laag. Niet de spices, de specerijen, maar wel de kruiden. Oké, dan de derde laag. Dat is de laag met zetmeelrijke groenten. Pompoen, wortels, die vallen onder zetmeelrijk. Mais valt ook onder zetmeelrijk. Mais is misschien niet eens echt een groente, maar eigenlijk meer een graan. Dus die eet je ook wat minder, die zetmeelrijke groenten. En helemaal bovenaan dan in de piramide zie je de noten, de zaden en het fruit met veel vet. In deze categorie bevatten alle noten, alle zaden, maar ook de avocado en de kokosnoot. Prima om te eten, maar geen 10 per dag en dus ook niet je basis. Je kunt niet de hele dag alleen maar avocado's eten voor de komende maand en dan denken dat je je aan het eind van de maand nog goed voelt. Dus dat zou ik ook afraden. Helemaal bovenaan zie je ook nog gedroogd fruit en gedroogd groenten. Dat is een klein piramidetje. Dat is omdat we niet willen dat je daar heel veel van eet. Je mist namelijk hiermee heel veel vocht. En het is voor ons lichaam het makkelijkste om eten te verteren dat als een kant-en-klaar pakketje binnenkomt. Zoals dus de hele fruit en de hele groente die helemaal in de onderste laag staan. Nou, tot zover de uitleg van wat je eet op een fruitarisch dieet. Nou komt gauw de volgende film. Ga naar de volgende film. Om te gaan kijken naar waarom je dit op deze manier zou moeten eten. En hoe het jou het beste kan helpen om gezond te worden. Tot gauw! Mijn naam is Wendy. En je vindt de video's op healthybywendy.com. Of op mijn YouTube kanaal. Of Instagram of Facebook. Allemaal op Healthy by Wendy. Tot dan! Doei!